Cargo was een film over een marginaal vissersgezin aan de kust. Dus het was een beetje de helaas letter ding, maar met meer vis. De film is zo West-Vlaams, ik bezit hem op DVD en in het DVD-menu kun je alleen maar kiezen tussen ondertiteling aan of aan. Het is... Ik ben blij dat je lacht, want in Popering hebben we een lange avond gehad. Ik heb 7 minuten moeten uitleggen dat ik dat gemaakt heb, dat ik dat met Photoshop gedaan heb. Dan vroeg ze, waar is Photoshop? Allee, het is... Xander de Rijcke houdt uit naar televisieprogramma's en is vooral kritisch en scherp voor de vaak slechte films die in Vlaanderen gemaakt zijn. Ieder programma krijgt wel een klets en een duw van mij, maar ik blijf natuurlijk altijd mijn moppen een beetje schrijven uit het standpunt van, like, ik wil dat het goed is en niet per se kritiek hebben om kritiek te kunnen hebben. Iedereen gaat minimum gehavend naar buiten, inclusief het publiek. Ik kan niks lollig zeggen over de Astrid Bryan-film. Behalve misschien een leuk weetje voor de fans. Verborgen Verlangen is een exacte kopie van een Nederlandse film die een half jaar vroeger is uitgekomen, Het Verlangen, en is bijna exact hetzelfde. Zelfs de affiche is bijna exact hetzelfde. Behalve dat ze bij ons gezegd hebben van Astrid, houd uw boek maar dicht, want niemand gelooft dat hij kunt lezen. Voor de Rijcke is een 2 uur lange speech een missie, al lokt hij natuurlijk ook tegenstand uit. De reacties vallen meestal goed mee. De BV's zijn nooit per se echt kwaad of zo, of gechoqueerd. Het begint al in een soort van punt te komen dat ze het zelfs leuk vinden als ze vernoemd worden in de show. Mensen die achter de schermen werken, mensen die schrijven, mensen die camera's bedienen, die vinden dat soms minder leuk dat ze benoemd worden in de show. Dus die mensen maken ook films. En die films waren absoluut afschuwelijk. Eén ervan was Alleen Eline. En godzijdank is Alleen Eline gaan kijken. Weet wel, bijna alle voorstellingen zijn uitverkocht.